Een optie is een contract tussen twee partijen. Aan de ene kant de koper van de optie en aan de andere kant de schrijver of de verkoper van de optie. Beide spreken in dat contract af om op of voor een bepaalde datum een onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs te verhandelen. Die onderliggende waarde kan een aandeel zijn, een index, valuta. In deze video beperken we ons tot aandelenopties. De onderliggende waarde bij deze opties is een vastgelegde hoeveelheid meestal 100 stuks van een bepaald aandeel. Er zijn twee soorten opties: een call-optie, waarbij je als koper het recht koopt om op of voor een bepaalde datum het onderliggende aandeel te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs. De verkoper van de call-optie heeft dan de plicht om het onderliggende aandeel te leveren. En een put-optie, waarbij je als koper het recht koopt om een onderliggend aandeel te verkopen. De verkoper van de putoptie heeft dan de plicht om het onderliggende aandeel te kopen. In beide gevallen heeft de koper van de optie een recht en de verkoper een plicht. Voor dit recht betaalt de koper uiteraard een prijs aan de verkoper van de optie, ook wel de optiepremie genoemd. De grootte van de optiepremie wordt voornamelijk bepaald door drie elementen: het verschil tussen de uitvoerprijs of strike van de optie en de huidige waarde van het onderliggende aandeel. De resterende looptijd van de optie, want hoe langer je optie nog geldig is, hoe groter de kans dat de markt alsnog in de juiste richting kan evolueren. En de volatiliteit, of de mate waarin de koers van het onderliggende aandeel beweegt. Handelen in opties biedt enkele aantrekkelijke voordelen. Met opties kun je met een beperkte inleg, namelijk de optiepremie, maximaal inspelen op een verwachte marktevolutie van een aandeel. Zo'n optiepremie is stevast veel lager dan de waarde van het onderliggende aandeel. Met opties kun je, met een juist gekozen optiestrategie, op elke mogelijke marktbeweging inspelen. Zo kan je anticiperen op een verwachte koerstijging door bijvoorbeeld een call-optie te kopen. Bij een effectieve koerstijging van de onderliggende aandelen kan je je call-optie met winst verkopen, zonder daarom de onderliggende aandelen te moeten kopen. Verwacht je een koersdaling, dan kan je een put-optie kopen zonder die onderliggende aandelen te bezitten. Bij een effectieve koersdaling kan je je put-optie met winst verkopen. Maar evengoed kan je bij een gevreesde koersdaling van een aandeel in je eigen portefeuille dat aandeel beveiligen of hedgen door een put-optie te kopen. Bij een effectieve daling zal de winst op de put-optie de waardevermindering van je aandelen compenseren zonder dat je deze aandelen hebt moeten verkopen. En dit zijn maar enkele eenvoudige basisstrategieën. Wat is het kostenplaatje? Wie een optie koopt of verkoopt, betaalt een makelaarsloon dat verschilt per optiebeurs. Er is geen beurstaks verschuldigd. Aan het kopen van opties zijn ook risico's verbonden. Opties worden gekenmerkt door een hefboomeffect. Dat komt doordat de optieprijs veel feller beweegt dan de koers van de onderliggende aandelen. Dus kan ook je verlies veel sneller oplopen. Wie een optie koopt, kan zelfs zijn volledige inleg kwijtraken als de verwachte koersbeweging zich niet doorzet tijdens de looptijd van de optie. Een goede opleiding is dus van groot belang voor je met opties van start gaat. Bekijk dus zeker onze tutorial om meer te weten te komen over opties en enkele concrete voorbeelden te ontdekken. Opties zijn ouder dan je denkt. Al in de klassieke oudheid vinden we opties terug. Thales van Milete, een Grieks filosoof en wiskundige uit de eerste eeuw voor Christus, verwachtte een zodanig goede olijvenoogst voor de volgende zomer dat hij een optie nam op alle olijvenpersen. Zo verkreeg hij van de boeren het recht om exclusief de persen te gebruiken. Toen zijn voorspelling waarheid bleek, stegen zijn opties in waarde en kon Thales van Milete woekerprijzen vragen voor de olijvenpersen. Toch was het wachten tot 1973 voordat de handel in gestandardiseerde optiecontracten startte op de beurs van Chicago. Sindsdien stijgt de handel in aandelenopties jaar na jaar, wat aantoont dat opties heel populair zijn bij beleggers. Maar beleggen in opties blijft wel iets voor meer ervaren beleggers. Voor je mag starten moet je dan ook een apart optiecontract ondertekenen, waarin je aangeeft de risico's van opties voldoende te kennen. Beleg online met inzicht.